Patty den Oude, bezig met de warming-up voor de diepe helloop. Wat verwacht je van vandaag? Wat ik verwacht... Ik ga voor de eerste plek. Dat kan ik natuurlijk nooit helemaal garanderen, maar dat is wel mijn doel vandaag. Nou, ik sluit niet alles af. Ik hoor wel de muziek om me heen en zie wel wat er omheen gebeurt. Maar primair ligt mijn focus dan wel intern. Dus soms ziet het er makkelijk uit en dan voelt het niet makkelijk. Maar ja, soms heb ik zelf ook wel het gevoel dat ik vlieg. Maar zeker bij langere afstanden of als ik echt hard ga, dan word ik natuurlijk ook wel moe. Het is niet dat het altijd heel makkelijk voelt, nee. En ook wel het grip op succesprincipe van hoe je denkt is hoe je handelt. Dus visualiseren bijvoorbeeld, dat ik eerste word, dat brengt een bepaalde energieopgang in mijn hoofd. Dat positief, dat ik weer lekkerder ga lopen. Dus dat helpt ook wel. Als ik heel gespannen ben, dan zie je dat meteen aan mijn lopen terug. Dus inderdaad, mentale rust, dat is wel heel belangrijk. Dat ik let op mijn techniek, heb ik een goede kaats op de grond? Dan kan je natuurlijk horen, hoe is mijn arm inzet, een korte pas. Als ik me daarop focus, dan kom ik in een soort flow. Waar ik nu precies sta, weet ik niet. Maar ik heb best wel veel progressie geboekt de afgelopen tijd. Dus ik ga volgend jaar wil ik op het NK 10 kilometer staan. Dus dan ga ik zien waar ik dan sta. Met hardlopen denk ik ook snel atletiek, Olympische Spelen. Zie jij jezelf daar lopen? Hoe realistisch is dat? Zoals het er nu naar uitziet, ik heb in ieder geval wel de bouw echt voor een hardlopen. En mentaal ben ik ook bezig om zoveel mogelijk grip om mijn succes te krijgen. Dus in die zin is het wel realistisch, maar dat betekent natuurlijk niet dat het niet hard werken is. Dus ik moet natuurlijk nog wel veel doen, maar het is zeker niet onrealistisch. Wat doet het met je dat je als eerste vrouw over finish komt? Ja, dat is natuurlijk heel erg leuk. Vooral ook het laatste stuk dat zoveel mensen heel enthousiast reageren. En dat motiveert al enorm. Kon je die focus vinden waar je het in het begin over had? Nou, in het begin helemaal niet. Nee, dan was ik elke keer bezig, maar ben ik niet te hard gestart en ga ik het wel volhouden. Maar toen ik eenmaal het keerpunt had gehad, toen kon ik al de flow vinden. Ja. Heb je maximaal gelopen voor je gevoel? Nee, dat niet. Maar dat vind ik ook nog best wel lastig om echt diep te gaan. Maar ik merk wel, als ik echt iemand vlak achter me heb lopen, dat motiveert wel om dieper te gaan. Maar ik had nu het gevoel dat ik wel een gaatje had. Dus dan moet ik mezelf, ik stimuleer mezelf wel om het laatste even aan te zetten. Want natuurlijk altijd wel sneller, maar ik ben wel tevreden.